U bent op de Polykliniek Urologie geïnformeerd over het plaatsen van PRO-ECT-ballonnen. Omdat u last houdt van urineverlies na een eerdere operatie aan uw prostaat. Deze ballonnen moeten het urineverlies verminderen. Om te beoordelen of u in aanmerking komt, vult u een blaasdagboek in. U noteert de hoeveelheid urineverlies in grammen. Ook krijgt u een cystoscopie en een blaasfunctieonderzoek. De ballonnen worden op de operatiekamer geplaatst in dagbehandeling. Via twee kleine wondjes onder de balzak worden de ballonnetjes geplaatst aan weerszijden van de plasbuis. 6 weken na de operatie worden deze ballonnetjes gevuld door een klein ventiel wat in de balzak is ingebracht. U merkt dus niet direct effect na de ingreep. Door het vullen wordt de plasbuis iets dichtgedrukt en verliest u minder urine. Het bijvullen wordt meermaals door een verpleegkundige uitgevoerd tot u nog goed plast, maar niet of nauwelijks urinelekkage heeft.